Ja, extern deelnemen via een Teamsvergadering. Kan gewoon. Deze video ga ik je er alles over laten zien. We gaan ook kijken als je deelneemt op een mobiel apparaat, een Apple iPad in dit geval, of een iPhone of een Android. En we gaan kijken hoe dat werkt op een laptop. Dit is een Chromebook. Die gaan we ook laten zien. Kan ook op een Mac natuurlijk of een Windows 10 laptop. Voordat we verder gaan, Karen Vink had een melding geplaatst onder een andere video dat donkere schermen wat moeilijk leesbaar waren. Dat heb ik nu aangepast. Ik heb de donkere modus uitgezet en ik ben heel benieuwd of dat voor jou ook nu beter leesbaar is. Of dat je met die zwarte scherm misschien wel helemaal geen probleem hebt. Geef het even aan onder in die omschrijving in deze video. Dan ben ik heel benieuwd hoe dit jou bevalt. De demo gaat heel specifiek in op een 10-minuten gesprek in het onderwijs. Maar het kan natuurlijk op alle manieren toegepast worden als jij wil vergaderen met externen. Maar ik vond de 10-minuten gesprek wel een hele mooie, omdat heel veel scholen momenteel dat soort gesprekken aan het inplannen zijn met ouders. En dat veel doen via nog steeds de mobiele telefoon, bijvoorbeeld. Maar dat kan ook via Teams en dat ga je nu zien. Oké, we gaan een vergadering inplannen met een externe deelnemer. Dit is mijn Teams-omgeving. Ik ga naar mijn agenda en vervolgens ga ik een nieuwe meeting inplannen. Ik klik hiervoor op een tijdslot. Standaard doet hij dat voor 30 minuten. Maar we willen, zoals de titel nu gaat aangeven, een 10-minuten gesprek gaan inplannen. Nou, dit is van half 1 en dat zou dan 10 over half 1 moeten gaan worden. Dus ik maak hier 12 uur 40 van. Dat kan gewoon in Teams. Vervolgens ga ik een deelnemer toevoegen. Demo externe deelnemer @gmail.com. Nou, dit is een extern e-mailadres. Ik klik hierop en hij is toegevoegd. Wat ik je nu zou adviseren wel, is in de omschrijving een stukje begeleidende tekst toe te gaan voegen. En waarom? Neemt u deel via een computer en dat kan dan zijn een Apple, een Chromebook of een Windows. Dan hoef je alleen maar op de onderstaande deelnamelink te klikken. Dan wordt die geopend in de internetbrowser. En die link die komt straks hieronder te staan op het moment dat ik deze ga verzenden, deze afspraak. Indien u deel wilt nemen op een mobiel apparaat, dan heeft u de Teams-app nodig. En dat ga je zo meteen ook zien in de demo dat je die echt nodig hebt. Om dit gesprek dan voor te bereiden, is het handig dat de mensen de app gaan downloaden. En hier heb ik dan direct de links toegevoegd voor Apple en voor Android, zodat ze de app alvast kunnen gaan downloaden en installeren. Ja, nou, ik ga hem verzenden. Dus de mensen krijgen nu een linkje. Ik krijg nu, en dit is wel belangrijk, standaard komen externe mensen in de wachtruimte, de lobby, zoals ze dat noemen. Ik heb hier de vergaderopties en die kan ik aanpassen. Op het moment dat ik erop klik, wordt er een internetsite geopend. En het gaat om deze instelling. Wie hoeft niet in de lobby te wachten? Dat zijn personen in mijn organisatie. Dus wil ik dat de mensen buiten mijn organisatie, dus deze externe deelnemer, ook niet die lobby in hoeft, zet dan deze op iedereen en dan komen ze direct in de vergadering terecht. Het kan wel eens handig zijn om wel die lobby te gebruiken, want dan zitten ze echt netjes in een wachtruimte te wachten totdat jij ze toegang geeft. Nou, die instelling kun je ook nog eens een keertje doen op het moment dat je in die vergadering zit. Ik doe nu deelnemen. Ik zet deze even uit voor het geluid. Ik doe nu deelnemen. Nu is nog niemand toegevoegd aan deze vergadering. Niemand heeft nog op die link geklikt. Ik ga hier naar de deelnemers weergeven. En ik heb hier nu een extra knopje, die is recentelijk toegevoegd, de machtigingen beheren. En ook dan kom ik op deze website waarin ik nog eventjes vlug die instelling kan veranderen. Om zeg maar die lobby aan of uit te gaan zetten. Je kan hier ook wie er kan presenteren. En presenteren is niet alleen maar een PowerPoint delen met mensen, maar hier kun je ook aangeven of mensen anderen kunnen gaan dempen, de microfoon bijvoorbeeld. Nou, iedereen die kan dat. Personen in mijn organisatie. Dus hier heb je ook nog eens een keertje, als ik alleen ik, dan ben ik de enige die extra controle heb over deze vergadering. Dus dat kun je ook hier weer instellen. En dan gaan we nu kijken hoe de externe gaat deelnemen.
Oké, laten we eens even kijken op het moment dat iemand gaat deelnemen met een mobiel apparaat. Ik heb hier mijn iPad. Dit is mijn Teams-omgeving op mijn eigen werkplek. Dus ik ben hier de organisator. Aan de iPad ben ik de externe deelnemer. En dit kan dus een Android zijn of een Apple. Nou, ik open de e-mail op mijn iPad en vervolgens heb ik hier de afspraak. Dus die open ik. Hier heb ik die extra tekst die ik hieronder had staan. En hier heb ik ook de deelnemen aan de Teams-vergadering. Ik heb nog niet de Teams-app op deze iPad geïnstalleerd. Dus ik open deze. Vervolgens wordt Safari wordt geopend. En vervolgens krijg ik nu de melding dat die niet geldig is. Ja? Dus ik klik op OK. Heeft u de Teams-app al openen? Nou, dat gaat niet werken. Dat is hetzelfde melding. En ik kan hem hier dus ook gaan downloaden. Dat is wat ik dus bedoelde. Op het moment dat mensen exact op de juiste tijdstip gaan deelnemen, dan zijn ze dus te laat. Ga ik eventjes terug naar mijn e-mail. Klik ik hier voor de Apple iPhone en de iPad om de app te gaan installeren. Dat doe ik nu. Ik kom rechtstreeks in de App Store bij de Teams app. Ik ga hem vervolgens downloaden en installeren. Nou, we hebben de Teams app geïnstalleerd. Hier staat hij. Hoeven ze nog niks mee te doen. Ik ga weer eventjes terug naar mijn e-mail. Vervolgens klik ik wederom op die deelname aan Microsoft Teams vergadering link. Daar klik ik nu op. Vervolgens gaat hij weer naar Safari. Alleen krijg ik nu niet die foutmelding, maar krijg ik deze melding, deze pagina openen met Teams. Nou, ik doe daar openen en vervolgens zul je gaan zien dat hij een keuze heeft tussen het aanmaken van een account of deelnemen als gast. Die melding die komt er nu aan. En dat is deze optie, deelnemen als gast of aanmelden en deelnemen. Nou, op het moment dat ze geen Office 365 hebben of zo, dan kunnen ze deelnemen als gast. Wil toegang tot de microfoon? Dat is helemaal goed. En ik kan hier nu een naam intikken. Ouders Max. En dan deelnemen aan vergadering. Ik zie hier nu zometeen bij mij ouders van Max binnenkomen. En hier zal ik zien, hallo ouders Max, indien deze vergadering geeft u dadelijk toegang. Ja, dus nou zitten ze netjes te wachten. Ik krijg hier dat ze in de lobby zitten. Ik doe een toelaten en vervolgens ga je hier ook op de iPad zien dat ze in de vergadering zitten. Ga ik eventjes op mijn iPad mijn geluid dempen. Dus ik zit nu in de vergadering. Ik kan nu netjes als leraar ook nog eens een keertje de webcam aanzetten. Dus ze kunnen mij ook zien. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere kant. Dus op deze manier kun je gewoon een videovergadering gaan laten plaatsvinden. Ik kan ook dingen gaan delen zoals de PowerPoints. Nou, noem alles maar op. Dat kan gewoon. Dus op deze manier kun je met een mobiel apparaat deelnemen als extern aan een Teamsvergadering. Oké, gaan we nu kijken hoe je kan deelnemen op een werkplek. En dat kan een laptop desktop zijn van een Apple, Google of Windows. Ik heb hier een Chromebook. Ik ben daar op mijn Gmail ingelogd en ik open het mailtje. En vervolgens zie je hier de agendaafspraak. En kan ik hier ook deelnemen aan die Teamsvergadering. Nou, daar klik ik nu op en vervolgens zal die hier die link geven. Dat is een bevestiging dat hij naar een externe link gaat. En vervolgens zal Teams geopend worden in de browser. Ik heb hier dus niet de Teams applicatie op geïnstalleerd. Dit is puur een browseractiviteit. Nou, ik kom hier in die vergadering. Ik kom als gast, dus ik kan hier een tekst intikken van hoe ik de vergadering in wil. Nou, ik heb in dit specifieke geval ouders van Max. Ik zet de microfoon even uit, anders gaat hij zo meteen rondzingen en ik doe nu deelnemen. Nou, vervolgens ga ik de vergadering nog niet in, omdat we bij de vergaderopties hebben aangegeven dat ze in de lobby moeten komen. En dan zal je hier ook zien, in mijn Teams-omgeving, ouders van Max die wachten in de lobby. Die laat ik nu toe en vervolgens zul je ook op de Chromebook zien dat de vergadering is opgestart en dat je bent toegelaten. En dat zie je zo meteen omdat je mij ook met die klaslokaal achtergrond hier aan de achterzijde, dat is mijn eigen Teams omgeving, dat ik op die manier de vergadering inga.
En ik kan natuurlijk ook allerhand informatie gaan delen. Hè. Dat kan met PowerPoints, dat kan met Excel als je cijferlijsten wil delen. Het kan allemaal. Ja, dat was die, het extern deelnemen. Ik hoop dat die voor jou leerzaam was. Vind je dit soort video's nou interessant? Abonneer dan alsjeblieft op dit kanaal. Dat helpt mij ook weer om het kanaal verder uit te bouwen en zoveel mogelijk mensen te gaan helpen met Office 365. Bedank ik je voor nu voor het kijken naar deze video en ik zie je heel graag terug in de volgende. Tot ziens!